We hebben 8 miljoen auto's die ongelooflijk veel olie gebruiken. 50% van de olie gaat op. En eigenlijk zijn die plofauto's, zoals ik ze noem, wel helemaal niet zo geweldig. Ze zijn complex, ze hebben 800 onderdelen die eigenlijk vooral warmte produceren. Ze hebben maar 20% rendement. En eigenlijk, ze zijn zo duur om in de lucht te houden dat dat eigenlijk een enorme verspilling is. Oh ja, ze hebben nog heel veel fijnstof, ze veroorzaken ook nog wat klimaatverandering. En het aardige is dat dat nu in de komende tijd gaat veranderen. Dat elektrisch rijden zal over 10 jaar dominant zijn. In 2025 zal meer dan de helft van de nieuwe auto's zal volledig elektrisch zijn. En dat doen we niet omdat we het klimaat belangrijk vinden, maar alleen vanwege gewin, genot en gemak. Wat is de gevolgen? We hoeven 4 keer minder auto's te produceren. We hebben geen garages meer nodig. Alle parkeerplaatsen gaan de stad uit. En wij gaan gewoon geweldig openbaar vervoer krijgen. We gaan veel minder auto's krijgen, maar veel betere service en support. We gebruiken geen olie meer. We hebben geen vervuiling meer in de steden. En het aardige is, de komende 5 jaar gaat dat gewoon gebeuren. En over 10 jaar zie je die hele wereld voor je. En dat wordt gewoon een hele mooie wereld.